Ik heb Ajax-gevoel. Daar ben ik trots op. Ik doe alles voor de club als vrijwilliger. En ook mensen die willen geld verdienen. Daarom. Schandalig. De leden van Ajax maken zich op voor een onrustige vergadering op de toekomst. Op de agenda staat de benoeming van een nieuwe bestuursraad, die de 800 leden van Ajax vertegenwoordigt in de aandeelhoudersvergaderingen. De bestuursraad is een invloedrijk orgaan binnen de club, verantwoordelijk voor het benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen, die op zijn beurt toezicht houdt op de Ajax-directie. Maar het gaat niet goed bij Ajax. En dat is te merken bij de Ajax-leden. Wat doet het met u, hoe het nu ervoor staat met Ajax? Nou, doet me zeer. Als je al bijna 15 jaar lid bent, ik ben al 25 jaar jeugdleider bij Ajax F1. Ik ben de zanger van de Ajax Clublied. Ik kom al 62 jaar bij Ajax. Misschien langer. Ik was 67. Ik lig s'nachts met ijszakken soms. Je wordt op een gegeven moment ook nog gewoon een beetje... Dat je denkt van ja, weet je, het kan niet beter. We hebben net tegen elkaar gezegd van... Nu kun je als het ware voelen hoe een Feyenoord supporter zich gevoeld heeft. En nu zijn wij aan de beurt dus. En hoe lang het gaat duren, ik heb echt geen idee. De mooiste momenten van mijn leven met Ajax meegemaakt. En natuurlijk heb je ook wel eens tegenvallers. Het seizoen is niet altijd natuurlijk succesvol. Maar wat nu gebeurt is natuurlijk een... Er zijn geen woorden voor. Ik heb Ajax gevoel. Daar ben ik trots op. Ik doe alles voor de club als vrijwilliger. En ook mensen die willen geld verdienen. Daarom. Schandalig. En dat doet pijn? Ja, tuurlijk. Wegwezen ermee. Dit is extreem. En waarom? Omdat hier niks meer van Ajax is overgebleven. Als ik het dan zo hoor, hè, dan komt die nieuwe bestuursraad er ook. Kan die RVC dan ook blijven? Dat denk ik niet. Goedenavond, Jan. Nee, tuurlijk, dat denk ik niet. Ik denk niet dat die kunnen blijven. We hebben toch niet gefunctioneerd. Kijk, en als je bij Ajax in de Raad van Commissarissen zit en een man of een vrouw bent, maar als je heel goed bent in het bedrijfsleven en je hebt je sporen daar verdiend, Ajax is geen bedrijfsleven. Ajax is emotie, dat is voetbal. En dat is een beursgenoteerd bedrijf. Dus ja. Is het Ajax-DNA dan altijd de oplossing? Ja, in principe wel. Maar waarom dan? Ja, je bent geboren met een Ajax-DNA. Ik ben ook in Oost geboren. Ik heb er bijna bij gevoetbald, dus het is allemaal voorbij. Maar je bent wel bij geboren. En het is een bepaald gevoel. In Rotterdam hebben ze het Feyenoord-gevoel. En wij hebben hier het Ajax-gevoel. 60 jaar naar Ajax toe, langer. En ik heb alles meegemaakt van mooie dingen en lelijke dingen. En af en toe zit het niet mee. Ajax gaat gewoon weer omhoog krabbelen? Ja, daar ben ik niet bang voor. Bent u wel bang voor zondag, klassieker? Om het eerlijk te zeggen, ja. Ik ook. Nou, dan zijn we op één lijn. Veel plezier, meneer. Dankjewel. Of nou ja, plezier, wat moet ik zeggen? Ja hoor, ja. Zonder meer plezier hoor, want het blijft een goede club.